Beste kijkers van Tsunami TV, deze keer hebben we weer een leuke aflevering met drie mannelijke tsunamis. We gaan het hebben over talenten en wat zij doen in hun dagelijks leven. Mijn naam is Meenakshi Binraban. En ik ben Joy Binraban. Dankjewel Meenakshi, ook voor deze keer drie enthousiaste, talentvolle tsunamis. Ja. We gaan ze even aan onze kijkers voorstellen. Wiroen Soubedar uit Amsterdam, van harte welkom, 24 jaar. We hebben, naast jou hebben we Sharwin Madho. Welkom. Dank u wel. Fijn dat je er bent. Dank u. En de andere Sharwin, Sharwin Pancham uit Den Haag, ook van harte welkom. Dank u wel. Beste kijkers, we gaan nu luisteren en kijken naar een mooi nummer van Jennifer Bhagwandin.
Fijn dat jullie er zijn. Voordat we met elkaar in gesprek gaan, even het volgende. We hebben de afgelopen maand, in mei, zijn er verkiezingen geweest. Jullie hebben alle drie de stemgerechtigde leeftijd. We waren even benieuwd, want Minakje en ik zijn ook gaan stemmen toen. De vraag is van, hebben jullie gebruik gemaakt van je stemrecht? Wieroen, ik zie aan dat je knikt dat je bent geweest. Ja. Hoe belangrijk is Europese politiek voor zeg maar onze Surinamiërs hier? Nou ja, wel belangrijk. Dat heeft ermee te maken dat Europa natuurlijk zijn richtlijnen heeft. Mm. De wetgeving van de Europese Unie is een richtlijn voor de Nederlandse wetgeving. Ja. En het is toch belangrijk dat je daar je stem laat horen. Mm. Dus zo, op die manier ben ik toen gaan stemmen. Ja, heel goed dat je van je stemrecht gebruik gemaakt hebt. Ja. Sherwin? Ja, ik ben ook gaan stemmen. Ja. En dat is om de reden. Je hebt een stempas en je kan je stem op dat moment laten horen aan iemand. Mm. En wij kunnen invloed uitoefenen op beslissingen die worden genomen in Europa. Klopt. En als wij achter iemand kunnen staan om onze eigen ideologie of onze informatie of iets, wat dan ook, dat we dat kunnen meegeven of achter iemand kunnen staan en die dat weer meeneemt naar Brussel toe, dat is prachtig. Ja, helemaal met je eens. Ja. En als ik mag doorvragen, stem je dan op een man, vrouw of een partij? Hoe kijk je naar de manier waarop je stemt? Ik kijk meestal eerst naar partijpunten. Mm-hmm. Dus waar staat de partij voor? Wat willen ze gaan behalen? Is het haalbaar? Mm-hmm. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het kan natuurlijk heel mooi zijn dat ze hele mooie punten hebben, maar het moet ook wel haalbaar zijn. Mm. En dan ga ik een selectie maken van, oh ja, mensen. Ik kies nooit voor de persoon die bovenaan staat. Nooit de nummer 1? Nooit de nummer 1. Nee. En wat is de reden dat je nooit op nummer 1 stemt? Omdat ik de personen die eronder staan, die hebben keihard moeten werken voor een plek op de lijst. Okay. En ik vind dat zij ook wel hun shine mogen pakken. Dus vandaar vind ik het belangrijk dat zij ook gewoon de kans krijgen. Dat is een mooie strategie. Ja. Dus, en jij, Sherwin, heb jij gestemd? En wat betekent eigenlijk stemrecht voor jou? Het is het eerste jaar dat ik mocht stemmen eigenlijk. Oh, de eerste keer? Ja, hoe was eerste dat? Keer. Ik ben helaas niet wezen stemmen. Het, oh, oké. Viel in een periode van tentamens en examens. Mm-hmm. Belangrijk. Waardoor ik me niet heb kunnen focussen op de politiek. Wat wel belangrijk is, als je een stem gaat uitbrengen, moet je wel daar gewoon vol achter staan. Ik bedoel, je doet het niet zomaar. Mm-hmm. En dan vind ik wel belangrijk dat je ook hebt verdiept in de punten en in de mogelijke standpunten van de partijleiders. Ja. En dat heb ik dus niet kunnen doen. Dus vandaar dat ik mijn stem ook niet heb uitgebracht. Oké, op zich is het niet jammer, maar goed dat je zegt van ik ben deze keer niet geweest. Weet dat je een volgende keer dat je niet kunt, dat je druk hebt met je studie, dat je iemand kunt machtigen, waardoor je stem toch niet verloren gaat. Goed, nou, we hebben te maken met Surinamiërs die zich betrokken voelen bij Europa, dus dat geeft een gerust gevoel. Laten we kennis maken met wie we vandaag hebben. Het thema, heeft we met z'n tweeën bedacht, is dat we willen praten over de rol van, de verhouding of de relatie die wij hebben met onze ouders. Mm-hmm. Daarover straks meer. Want jullie zijn alle drie geboren in Nederland. Dat is waar. Ja, dus als we het hebben over Suriname, want we zitten bij Suriname TV. Ja, in hoeverre voel je dan een Suriname als je hier geboren bent, Wieroen? Nou ja, allebei mijn ouders komen uit Suriname. Mm-hmm. Zijn met de Hindustaanse cultuur overgegroeid. Mijn vader uit Nikeri, mijn moeder uit Paramaribo. Ja. En dan wordt er thuis natuurlijk ook Suriname gesproken. Ik kan dat zelf niet. Mm-hmm. Ik kan het wel heel goed verstaan, maar zelf niet praten. Ja. Niet dat ik het niet heb aangeleerd gekregen, maar ik praat het gewoon zelf niet. En dan pak je het ook niet op, naar mijn mening. Vind je dat jammer? Dat je het wel kan verstaan, maar nog niet de vaardigheid hebt om het te spreken? In sommige situaties vind ik het wel jammer. Als je dan bijvoorbeeld met je grootouders, want mijn Aji was bijvoorbeeld, toen ik 5 jaar was, was mijn Aji dus dan nog in leven. En die kon ik dan toen nog met haar praten, maar op een gegeven moment kan ze Nederlands niet zo goed spreken. Dan stopte ik en dan hakkelde ik en dan dacht ik van, hoe ga ik dat nu doen? Het is heel herkenbaar, hè, Sherwin, dat die nani's en aji's praten in het Suriname. Ja. En dan wij dan het Nederlands teruggeven en ze snappen het wel. En ze praten het Suriname verder en wij gaan het Nederlands verder. Dat is waar. Maar goed, uiteindelijk, ik denk dat, we gaan toch straks praten over de keuze die je gemaakt hebt. Je hebt nog niet een opleiding. Ja. Ik vermoed dat je wel Suriname spreekt. Ik praat wel wat Suriname, maar niet heel erg veel. Oké. Okay. Ja, meestal op school ben ik, of ik ben op werk, of ik ben op stage of ergens. En er wordt voornamelijk gewoon Nederlands gesproken. Mm-hmm. Dus vandaar dat het Nederlands gewoon heel erg in mij zit. Ja. Maar als ik thuis ben, af en toe komt er wel wat Suriname eruit. Maar of ik ben met mijn aji of met mijn nani of met wie dan ook, dan probeer ik het wel. Dus langzamerhand probeer ik wel veel meer Suriname te praten. Ja. Of Hindi kan ook. Ja.
En dat is toch wel belangrijk. Ik vind het ook wel belangrijk om dat te kunnen praten. Omdat het jouw cultuur is of vanwege cultuur, de verbinding? Het is cultuur, verbinding. Mm-hmm. Het is ook wel leuk om af en toe even een grapje te maken in het Suriname. Het is net een humor die je in het Nederlands niet kunt vertalen. Precies. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. Sherwin Panjam, je bent de jongste van dit gezelschap. Ja. Als we praten over Suriname zijn, heb je daar enig gevoel bij? Ja, jawel. Ik heb er wel een gevoel bij. Ja. Ik voel mezelf ook gewoon een Surinaamse Nederlander. Ondanks dat ik gewoon in Nederland ben geboren, voel ik me toch verbonden met Suriname. Natuurlijk, mijn beide ouders zijn daar geboren. Nani, Aji, daar ook allemaal natuurlijk hun leven voortgezet. Ja. Vervolgens naar Nederland gekomen. En dan, ja, dan voel je nog steeds een verbintenis, want ik bedoel, mijn beide ouders komen ook uit Suriname. Ja. Ik versta alles, ik spreek heel weinig, mm-hmm. alleen in familiegezelschap. Ja. En daar hou ik het ook bij. Precies. Dus jullie voelen je wel Surinami? Ja. Als het gaat om grapjes maken, ja. Jullie verstaan het wel. Ja, precies. Dus taal en cultuur. Als je kijkt naar hoe je bent opgegroeid hier, hoe was jouw jeugd binnen je familie? Familie Panjam, wat voor familie was dat? Ja, heel kort beschreven, een zeer muzikale familie. Muzikale familie. Bestaat uit een en al muziek en ja. Het vloeit door ieder van de familie, het vloeit door ieders ader. Ja. Dus kort, dat is eigenlijk kort beschreven. Maar dat is met name vanuit je vaders kant, hè? Familie Panjam staat in de muziekwereld, maar je moeders kant? Nee, zeker niet. Het is niet alleen van mijn vaders kant, mijn moeders kant, mijn nana. Ja. Is bekende zanger uit Nikeri, Satiane Drika. Ja. Het is eigenlijk gewoon van beide kanten meegegroeid en mijn moeders familie is ook heel erg actief in de muziek. Ja. Dus eigenlijk is het van beide kanten wat ik heb meegekregen. Dus zowel een vaderskant als moederskant, het muzikale stuk. We gaan straks praten over jouw muzikale ontwikkeling. Ja. Er was in Suriname een bekende Pandit Madhoorn, hè? Ja, dat is mijn Aja geweest. Jouw Aja. Ja. In hoeverre heeft jouw Aja invloed gehad op wat jij, op jouw vorming als persoon? Eigenlijk heel veel. Heel veel. Heel veel. Want ik heb mijn Aja heb ik altijd beschouwd als mijn grootste voorbeeld. Ja. Toen ik bij hem thuis was of we gingen bij hem op bezoek, was het helemaal vol met mensen. Mm-hmm. Omdat mensen gewoon wilden praten of kwamen voor een puja, ze wilden een afspraak maken. En hoe oud was jij toen? Vanaf mijn geboorte al. Ik heb mijn Aja heb ik altijd zo gekend. Mm. En ik ging altijd meestal bij hem zitten, want hij had één aparte stoel. Ja. En daar ging hij altijd op zitten. En van tijd tot tijd ging ik hem pesten. Oh, en ging ik ook zo zitten. Oh, en dat vond hij heel leuk. Ja. En hij zei tegen mijn vader een keer van, hij gaat het werk wel overnemen. En dan zat je in een woonkamer vol met mensen uit de buurt. Ja. Die kwamen voor... Heel Nederland. Heel echt, Nederland? Uit heel Nederland kwamen mensen. En ik vond het... Oh, het was hier. Ja, het was hier in Nederland. Ja. Het mooiste wat ik vond is dat hij onbaatzuchtig zijn werk deed. Mm. Hij hoefde er eigenlijk helemaal niks. En hij vond het hartstikke leuk om mensen in zulke zware periodes eigenlijk te helpen. Ja. Ik kan me ook voorstellen, Nakje, dat als je Nana, Aja is het hè? Ja, Aja. Aja Pandit is, dat je misschien ook vegetarisch bent of dat er sommige strenge regels zijn. Ja. Heb je daar ook te maken gehad? Ja, ik ben vanaf mijn geboorte ben ik eigenlijk al vegetarisch. Je bent vegetarisch vanaf je geboorte? Ik ben vegetarisch, ja. Ik heb nog nooit... vis, vlees of ei gegeten. Al die 22 jaar? Al die 22 nog jaar. Nog nooit tik een eitje? Nee. Geen gos? Nee. Maasmacherie? Nee, ik weet ook niet hoe je een ei moet koken. Dat is bijzonder. Ik weet wel dat je het gewoon in heet water moet zetten natuurlijk. Maar ik heb nog nooit een ei gebakken of iets. Je ziet er gezond uit, dus... Ja, ik zit daar... Dus ik heb, je hebt niks gemist? Nee, ook geen voedingswaarde. Niks mis ik. De artsen die zeggen ook, ja, hij is helemaal op en top. Dus ik heb zelfs een tijdje overgewicht gehad. Dus of, ja. Maar dat kan. Daar gaan we straks over hebben. Ja, nee, toch hebben we het nu over de jeugd. Hè? Mm-hmm. Voor jou, Jeroen, je bent natuurlijk heel vaak in het nieuws geweest. Ook natuurlijk vanuit je mantelzorgpositie. Maar dat is al vanaf best wel een jonge leeftijd. Hoe is dat voor jou geweest, zeg maar, jouw jeugd? Als we praten over jeugd, dan denk ik ook aan de jaren ervoor nog. Mm-hmm. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. In de Schilderswijk naar de basisschool natuurlijk geweest. Mm-hmm. Koning Beatrix School, dus de christelijke school. Ja. Uiteindelijk naar het Edelstein College gegaan in Den Haag, vlak bij de Mouderskade is dat. Ja. Uiteindelijk werd mijn moeder ziek toen ik in 4 HAVO zat, in een tentamenweek en toen heeft ze hersenbloedingen gehad. Is ze verlamd geraakt, in een rolstoel beland uiteindelijk. En de tijd dat ze de 4e hersenbloeding heeft gehad, was ze echt in levensgevaar. Dan stort je wereld in. Je bent 16 jaar natuurlijk. Ja. Hoe ga je dan ermee om? Praat je met mensen om je heen over? Of hou je juist alles bij jezelf om je goed te houden? Hoe ga je ermee om? Ja, het is al 8 jaar geleden. Dus
ik probeer me nog te herinneren hoe dat eigenlijk voelde op dat moment. Natuurlijk, dat gevoel, dat is verschrikkelijk. Dat wil je zo snel mogelijk wegstoppen natuurlijk. Mm-hmm. Op dat moment ben ik natuurlijk met mijn ooms gaan praten. Met de mensen die eigenlijk heel dicht bij me stonden. Ja. En ook dicht bij mijn moeder. En echt gepraat van, wat zijn nou de opties? Mm-hmm. Kan mijn moeder hier in Den Haag blijven? Kunnen jullie dan de ooms en tantes van mijn moeders kant, kunnen jullie dan hulp bieden? En uiteindelijk hebben we voor een middenweg gekozen en dat is verhuizen naar Amsterdam. Mijn moeders kant familie woont in Amsterdam. Hmm. Zodoende daar een leven opbouwen eigenlijk. Hmm. Maar dat kon niet zomaar in de zomer van 2011, praat ik dan over. Ja. Ik was 4 HAVO, wat ik net al zei. Ja. HAVO overopleiding is in de 5e, haal je dan je diploma nou. Toen was de keuze eigenlijk van, doe ik het in Amsterdam of doe ik het in Den Haag, mm-hmm. dat laatste jaar. Uiteindelijk toch besloten om in Den Haag te blijven wonen. Ja. Wat betekent het emotioneel voor je? Als je dat meemaakt, dan denk je van, wat nu? Wat gebeurt er nu? Je beseft het eerst niet. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan heb je een reflex. Dan doe je eigenlijk datgene wat je denkt dat goed is voor je. Ja. Nou, ik ben voor mijn moeder gaan zorgen uiteindelijk. Ik had ook kunnen zeggen van, pa, doe jij het? Ik heb mijn school te doen en ik wil mijn eigen leven leiden in dat opzicht. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik ben, ondanks dat ik 16 was, ben ik toch verantwoordelijk voor mijn moeder gaan zorgen. Ja, het is toch mooi en knap ook om te horen. Ik bedoel, van de meeste mensen van jongeren van jouw leeftijd, die zouden dan misschien niet zo goed hiermee om kunnen gaan. Juist denken van, ik trek me terug of ik probeer juist afstand te nemen. Maar juist het tegenovergestelde gebeurde bij jou. Klopt. Als mantelzorger doe je al 9 jaar. Ja. Dat is heel knap. Want je bent je daarna ook gaan bemoeien met mantelzorg in zijn algemeenheid. Klopt. Er is ook zoiets als de Week van de Mantelzorger. Ieder jaar volgens mij in maart. Ja, klopt. En ook ben je nationaal mee bezig, ook via de media en landelijk heb je daar aandacht voor gevraagd. Klopt. Je bent ook veel nationale tv-programma's ook geweest. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd hoor, als je het zeg maar toch onder de aandacht wil brengen. Waar ben je begonnen daarmee? Nou, het begon eigenlijk met een aanvraag voor een zorgvrijwilliger in Amsterdam. Mm. Je vraagt het aan bij een mantelzorgorganisatie of bij een vrijwilligersorganisatie. Ja. Nou, in ieder geval, ik kwam bij Markant terecht. Markant is het mantelzorgorganisatie van Amsterdam. Mm-hmm. Bij die intake, want dan komen er 2 mensen van die organisatie bij je thuis, werd mij gevraagd of ik mee wilde doen aan de Week van de Jonge Mantelzorger. Waarbij je eigenlijk langs scholen gaat met een groepje mantelzorgers om de herkenning en de erkenning van mantelzorg als begrip te kweken eigenlijk. Ja. En aan de hand van een BN'er of een talkshow host, die wat bekender is, roept dat dan weer wat publiciteit op. Precies. Nou ja, precies 6 jaar geleden kwam ik voor het eerst op tv. Ja. En het was eigenlijk bedoeld dat het alleen bij Editie NL en bij AT5 zou blijven. Ja. Maar ja, van AT5 en Editie NL werd het Hart van Nederland, Metro, RTL, NOS en heel veel grote zenders. Ja. Het ontplofte als het ware en dat is de reden dat mijn verhaal elke keer zo is blijven groeien in de media. En wat mijn eigen ding is geweest erbij, is dat ik ben gaan bloggen erover. En dat was in november 2014. Heb ik mijn eigen blogpagina opgestart op Facebook. En zodoende is er nog wat meer besef gekomen voor wat ik doe eigenlijk. En zo ook. We gaan daar straks verder door over praten. Zeker. De beide Sharwins, je bent 14, 15. Terwijl Wieroen aan het mantelzorgen is, zijn jullie bezig met jullie vakantiebaantjes of jezelf ontdekken, pizza koerier doen of automaten vullen. Hoe is jullie jeugd geweest? Want je bent veilig thuis, ouders zorgen voor je. Ik kan me voorstellen als je dit zo hoorde, denk je, dat doet wel emotioneel, ben je wel geraakt. Maar hoe was jullie jeugd dan, met vakantiebaantje, zelf ontdekken? 14, 15. Ja. Volgens mij had ik mijn eerste zomerbaantje. Als automatencontroleur bij een organisatie. Ja, je bent toch een hoop plekken geweest, hè? Ja, ik ben bij de Tweede Kamer binnen geweest. Ja. Ik ben bij een aantal mooie justitiële plekken ben ik geweest. Ja. En ja, daar leer je heel veel mensen kennen. Dus je leert langzamerhand praten. Je ziet ook hoe mensen met je omgaan. Je hebt natuurlijk een andere kleur dan een witte cultuur, wat voornamelijk in de Tweede Kamer is. Ja. En ja, mensen maken vaak een aanname. Het is een jongen, andere kleur. Misschien is hij een beetje laag opgeleid of iets. Totdat ze in gesprek raken met mij. En dan denk ze van, je weet eigenlijk al best wel veel.
Dus je komt daar in de Tweede Kamer om die automaten te vullen. Ja. Je merkt aan de benadering, de mensen moeten nog even wennen. Ja. Je hebt ook het idee dat men denkt van laag opgeleid. Zocht jij het contact, want je bent een prater, of zochten zij het contact? Het ging een beetje van beide kanten. Ik had de laatste werkdag, vond ik nog opvallend ook nog, de laatste werkdag, moest ik naar een aparte automaat toe lopen. Ja. En mijn hele karretje werd ondersteboven helemaal gecontroleerd door 3 beveiligers. En met de gedachte dat... Met de gedachte van, oh, er is iets gaande of zo. Maar je was daar namens een officieel erkend bedrijf. Het was niet jouw eigen sapje of je eigen drankje. Nee. Je kwam namens een officieel Nederlands bedrijf. Ja, Nederlands bedrijf. Om daar die automaten te vullen. Toch werd je door 3 mensen gecontroleerd. Ja, door 3 mensen. Heel mijn karretje, elke ding moest door zo'n x-ray scan. Ja. Enzovoort. Ik werd gefouilleerd van top tot teen. Je begon je verhaal door te zeggen, je wees naar je huidskleur. Ja. Wat denk je? Heeft te maken met kleur of met... Ik kan niet in hun gedachten, natuurlijk. Maar het gevoel dat je bekruipt. Juist. Dat ze echt alles, en zonder uitleg, ik vroeg me, waarom is dit zo? Zeg, jullie hebben al die weken dat ik hier kwam, hebben jullie helemaal niks gedaan. Ja. Alleen vandaag doen jullie zo moeilijk. En dan kom je misschien thuis en dan bespreek je het met je ouders of hou je het toch voor jezelf? Ga je met die ervaring om? Ja, ik heb het op grappende wijze met mijn ouders gedeeld. En die konden er ook wel op lachen. Ja. Maar die zeiden van, ja, je moet gewoon rustig blijven. Je moet er niet te veel van gaan zeggen. Ja. Zometeen schiet het in een verkeerde keelgat. Zo zijn wij Surinamisch, toch? We gaan er niet over praten. Dat is waar. We zijn van de harmonie. Ja. Laten we het niet opschalen. Geen discussies, geen fit-fitty. Ja, terwijl andere culturen toch anders omgaan met... Ja, de manier waarop ze bejegend benaderd worden. Ik vind dat best vervelend. Want aan de ene kant denk je aan dat stukje bescheidenheid, dat je het voor jezelf moet houden. En aan de andere kant is het ook wel respect. Je moet ook jezelf respect geven. Ja, niet overheen laten lopen. Nee, bijvoorbeeld. Andere Sherwin Pontjem, ook veel vakantiewerk gedaan. Had je ook te maken want met hoe mensen naar je kijken of ze je serieus nemen? En, heb je daar last van gehad? Nee, niet per se. Toen ik mijn eerste baantje begon toen ik 16 was. Ja. Was inderdaad als ik maakte pizza's bij New York Pizza. En jullie staan in de Berlin. Was de Italiaanse pizzaboer in elkaar? Nee, gewoon New York Pizza. New York Pizza. Maakte de pizza en je bracht er ook nog langs, toch? Ja, dat heb ik in het tweede jaar dat ik daar werkte ben ik ook gaan bezorgen. Ja. Toen had ik ondertussen al mijn rijwijs gehaald toen ik 17 werd. Ja. Ik werkte met veel diversiteit in culturen. De verschillende jongens, dus op zich hadden ze onderling helemaal niks. Ook bij de klanten, ja. Het is vrijwel normaal dat een pizza gewoon aankomt, je rekent af. Ja. Niet raar aangekeken, super aardige mensen allemaal. Dus op zich heb ik er geen last van gehad. Nee, oké. Okay. Dus je vakantiebaantjes gehad, je hebt je VWO afgemaakt, je VWO gaan doen. Ben ik nu mee bezig, ik hoor binnenkort mijn uitslag. Ja. Dus dat is nog even afwachten. Okay. Dan heb je VWO. Dat is heel spannend. Een spannende tijd komt eraan. We hopen dat het je gaat lukken. Jullie hebben HAVO afgemaakt en gaan dan bedrijfskunde doen. Even bij Jeroen. Want natuurlijk, je bent 16 en er gebeurt van alles thuis. Je kiest er bewust voor om voor je moeder te gaan zorgen. Je bent ook enig kind. Dus omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, heb je gezegd, ik ga voor mijn moeder zorgen. Ook daar ben jij uitzonderlijk in. Ik ken weinig Surinamers van die leeftijd die zeggen van, ik ga voor mijn moeder zorgen. Nou, je hebt het gedaan. Maar daarnaast heb je heel veel gedaan. We hebben nog gekeken, en ik zijn nog gedoken in jouw cv. Ja. Je was ook bij de VHP betrokken. Klopt. Bij de Jongere Democraten, de jongere afdeling van D66. Bij de SSA. SSA, dat zijn de Suriname Students Abroad. Ja. Je bent ook nog lid geweest, actief geweest bij de Hindustaanse Studentenvereniging. Hoe combineer je dat? Voor de mantelzorg thuis en ook nog buiten zo actief zijn met vrijwilligersbestuurswerk? Mijn visie is eigenlijk... ik heb het nu op dit moment dan wat moeilijker in mijn leven. Maar ik ben in deze positie gebracht door het universum. De situatie waar je nu bevindt. Precies. Dat heb je vertaald naar... Daar ben ik heel filosofisch over gaan denken. Nou, vertel. En dan op een gegeven moment ben ik wel gaan denken van... Wat ga ik in de toekomst eigenlijk voor stappen willen zetten? Dan heb je een stip op de horizon. Daar wil ik komen. Ik wil ooit een zorgcentrum voor mezelf opzetten. Dat is eigenlijk over 10 jaar heb ik dat in gedachten. Mm-hmm. Ik hou van numerologie, dus ik heb ook mijn eigen datum. Plaats en tijd heb ik al. Vertel. 29 augustus 2029. Yeah. Als je mijn geboortedatum optelt, kom je op 34. Yeah. Ik ben in dat jaar 34. Yeah. 29 is 2-9, mijn geboortedatum. Yeah. 2-9, 29.
drie dagen voordat ik 35 word, hoop ik dan zo'n zorgcentrum te hebben. Dus even om het een beetje te snappen. Ja, en acht is van voetbalrichting. Ook nog. Dus even voor mijn idee, ook voor de kijkers. Je bent gefascineerd door numerologie, waardoor een soort systematiek is in getallen en cijfertjes. Klar. En je komt voor jezelf tot de conclusie dat wanneer het 2029 is, dat het de beste tijd is om je zorgcentrum op te richten. Dat vind ik een heel mooi ideaal. Ja. Maar de vraag was nog steeds, want natuurlijk, door de dingen die je meemaakt, hoe heb je het alles gecombineerd? Want je doet het nog steeds, ben je erg actief. Klar. Naast mantelzorger heb je straks, want dan kunnen we je eigenlijk feliciteren, want je begint nu met een traineeship bij Aegon. Klopt. En ben je pas nog aangenomen als trainee schade. Klopt. Dat doe je ook naast. Klopt. Mantelzorger zijn. Ja, het is ook een kwestie van plannen en het goed overleggen met mijn vader. Mijn vader is handhaver bij de gemeente Amsterdam. Ja. Werkt in de ploegendienst. Ja. Hij heeft wel eens avonddiensten. Ja. En dan probeer ik die avonddiensten vooral. Als hij de avonddiensten rijdt, ben ik in de avond met mijn moeder thuis. Hmm. En als hij dagdienst heeft of hij is vrij, probeer ik met hem te overleggen welke dagen nou geschikt zijn om iets te gaan doen. Ja. Ik ben niet zo iemand die thuis zit en eigenlijk afwacht wat er gaat gebeuren. Ja. Probeer daar wel echt naar op zoek te gaan. Nou, Facebook is een heel mooi podium, een medium ook, ja, waarmee je events kan delen en ook datums kan vastleggen. Ja. Ik ben door de tijd heen ook echt met agendas gaan werken en kijken waar ik dan tijd heb en ruimte. Ja. Zodat ik daarin ook wat zakelijker word, want ook het bedrijfsleven werkt met agendas, heb ik gemerkt. Nou ja, zo probeer ik mijn stapjes te maken. En op het moment dat je vrijwilligerswerk gaat doen en je gaat bij verschillende organisaties langs, VHP noemt u net. Ja. Daar ben ik vooral betrokken bij geraakt doordat mijn neef secretaris daar was. Ja. Die zei van kom eens even mee. Je gaat er heel wat van opsteken, politiek gezien, organisatorisch ga je wat dingen leren. Ja. Je hebt natuurlijk vergaderingen, iemand die moet notuleren, wie is aanwezig, wat wordt er gedaan. De notulist moet het doorzenden naar alle aanwezigen. En dat proces opent je ogen en dat laat ook zien van, hè, dat kan je allemaal verwachten in een organisatie, in de westerse wereld, zeg maar. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel geleerd. En daardoor heb ik heel veel geleerd, inderdaad. Ja, een hele mooie houding om te willen leren en jezelf inzetten voor die samenleving. Sharon, jij bent nu bezig met je studie ook. Ja, dat is waar. Maar daarnaast ben je ook een pandiet. Hoe combineer jij dat in jouw leven, dat pandiet zijn en je studie? Het begon eigenlijk allemaal bij de keuze van studie. Dat ik dacht van welke studie gaat gepaard met panditij. En al snel zei mijn moeder, waarom doe je geen maatschappelijk werk en dienstverlening? Hmm. Ja. En ik was er niet echt heel bekend mee, zeg ik eerlijk. Totdat ik het ging opzoeken. En het raakte mij dat je kwetsbare mensen van hun kracht kan laten inzien. En toen heb ik gekozen voor die studie. Het gaat wel een beetje gepaard. Omdat je natuurlijk bij panditij, dan heb je natuurlijk mensen die in een kwetsbare situatie leven. Of die zich niet zo goed voelen en die zich willen uiten over bepaalde dingen en die een poeda bijvoorbeeld willen laten doen of willen kijken wat er zou kunnen gebeuren enzovoorts. En hetzelfde doe je eigenlijk met maatschappelijk werk en dienstverlening ook. Als maatschappelijk werker, dan praat je met mensen, je gaat vragen stellen. Je gaat bij hun thuis, je gaat kijken hoe hun huissituatie is. Dus je bent alleen maar bezig met de mens. Ja. En ik weet niet of het een talent is, maar het is voor mij de grootste drijfveer om mensen eigenlijk te ondersteunen, om met mensen te werken. Okay. En dat, ja, ik vond dat gewoon prachtig. Ja, je vertelt ook, hè, omdat je natuurlijk vanuit je studie, omdat het een beetje met elkaar te maken heeft. Ja. Maar denk je ook, vergeleken met andere panditen die misschien wat ouder zijn en wat verder in hun leven, heeft jouw studie op een of andere manier een bepaalde invloed op de manier waarop jij bent als pandit zijnde? Ik denk het wel, in een grote zin. Ik denk dat ik wil me niet vergelijken met andere pandits, maar om een beeld te schetsen, je hebt veel meer geduld op een gegeven moment. Je kan op een manier doorvragen en je gaat naar iets kijken, naar een casus bijvoorbeeld, ga je kijken op bio, psycho en sociaal. En ik ga dan meestal kijken van wat kan ik rationeel bekijken en wat kan ik emotioneel bekijken. Ja. Het is niet zo dat ik het geloof ga propageren. Mm. Ik wil niet reclame maken voor het geloof. Maar het geloof moet een bepaalde inzicht geven aan de mens, wat zou kunnen helpen. Ook met wat we leren vanuit het westerse en vanuit het geloof, om dat te combineren en dan iemand dienstbaar te zijn.
Dus ik ben vooral de koppeling aan het maken daartussen, ja. Om weer mensen tools te geven, zodat ze weer verder kunnen. Ja, ik voel toch een bepaalde volwassenheid in de manier waarop jullie tegen het leven aankijken. Tuurlijk. Waarschijnlijk door ervaring ook, die je meegemaakt hebt met je moeder. Ook als de ervaringen gewoon straks hebben over Sherwin. Absoluut. Ik proef wel een bepaalde volwassenheid. En dat komt ook door de dingen die je meemaakt. Zeker. En dat is zeker iets wat ik merk. Ja. Sherwin, ik kan me voorstellen, we kennen elkaar ook, dat jouw jeugd misschien wat spelender was. In de muzikale wereld, ik ken jouw pa ook, dat je meeging als jonge geluidstechnicus naar die feestjes om het geluid goed te organiseren. Het sjouwen met instrumenten, met kabels. Dat is een hele andere wereld van entertainment en ontspanning en feest. Dat klopt. Hoe zag die wereld er voor jou uit? Het combineren. Nou ja... ik mocht wel altijd mee. Mijn Adja had toenertijd hier nog de Zalencentrum Sunrise in Den Haag. Oké, dat is van je Adja geweest? Ja, daar begon het eigenlijk. Daar mocht ik met mijn vader mee, meekijken. Tsunami TV was er ook altijd aanwezig. Dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Oké, dan zit je nog op de basisschool. Dat is nog wel leuk. Doet van alles. Je gaat naar de middelbare school. Het wordt wat zwaarder. Het gaat wel. En ik heb het altijd zo kunnen combineren. Elk weekend meegaan. Toen de tijd was het nog wel echt druk, dus dan soms wel als er zondag een klusje was, dan zei mijn vader wel, blijf maar thuis. Morgen vroeg naar school, goed voorbereiden, huiswerk maken. Ja. Ik speelde uit mezelf ook gewoon keyboard. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam mijn vader thuis met een saxofoon en die zei van, ja, mooi instrument. Ja. Ik zeg, ja pa, en wat gaan we ermee doen? Ja. Ik zeg, ja, die heb ik gekocht om thuis te zetten. Oké. Je vader komt de saxofoon gewoon thuis te zetten. Ja. Alsof het een schilderij is. Van ik ga het ophangen. Ja. Dat is een beetje impliciet ook een soort boodschap. Ja, ja een stille hint. Een stille hint. Stille hint. Ik op YouTube wat filmpjes kijken. Ik was toen 13. Ja. Wat filmpjes kijken van ja, hoe werkt het nou? Gewoon samen aan tafel gezeten. 1 uur 's nachts, 2 uur 's nachts. Mijn broertje, mijn moeder sliepen. Ja. Gewoon een beetje er doorheen blazen. Maak wel wat lawaai. Uiteindelijk ben ik op les gaan op een muziekschool. Mm-hmm. En zo is het uiteindelijk een beetje begonnen. Veel zelf doen, veel popmuziek. En nu is de saxofoon en Sherwin, dat is één duo. Het is één Siamese tweeling. Ja, eigenlijk wel. Dat zijn mooie momenten in ons leven. Ja, nee, zeker. Nu je vooral zo terugkijkt, dat het echt als spelenderwijs is. Uiteindelijk is het niet eens met een intentie geweest van... Hey jongen, ga een saxofoon spelen, maar gewoon eigenlijk van... Dus we kunnen concluderen dat op een of andere manier onze ouders, in jouw geval hierin je moeder, heeft toch op een of andere manier jouw leven beïnvloed. Zeker. Bewust, onbewust. Dus de invloed van je ouders is zeker aanwezig. Ja. Bij Sherwin Mado vertelde je mij dat natuurlijk onze ouders verwachten van ons bepaalde verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Bepaalde rollen ook. Ook als je oudste zoon bent of in jouw geval tweede zoon. Als je broer het huis verlaat, dan ben je enige kind. Dan is het ook zo dat er verwacht wordt dat onze kinderen er voor ons zijn. Ja. Jij bent er op een speciale manier mee omgegaan, zodanig dat je ook toch lichamelijke klachten hebt ondervonden van wat je ouders of je omgeving van je verwacht. Ja, absoluut. Verwachten. Ik had er nooit bij stilgestaan. Ja. Pas later toen ik begon met de opleiding, toen kwam het in één keer. En dat was... Ik wil niet zeggen dat het overweldigend was, want het was best wel negatief. Ja. Maar ja, ik merkte het wel. En wat merkte je? Ik had geen zin meer in werken. Ik had geen zin meer om iets te doen. Elke dag ging ik me vragen afstellen van, wat doe ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou mee bezig? Ja. Waar hecht ik waarde aan? Wat vind ik leuk? Waar hou ik van? Wat zou ik willen doen? Ja. En op elke vraag dat ik mij ging stellen, kwam steeds hetzelfde antwoord. Ik weet het niet. Ja. En door dat antwoord raakte ik eigenlijk telkens meer en meer, 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 meer in de dip. Totdat ik op een gegeven moment, ik kan me nog heel goed herinneren, het was 13 november. Ja. Voor mij was het 2015. Toen zag ik het even niet meer. Ja. En ik heb het voor mezelf gehouden. Ik had het tegen niemand gezegd. Ik was alleen met mijn kamer. En op een gegeven moment dacht ik van, wat gebeurt hier? Wat is dit? En ik heb een afspraak gemaakt bij de huisarts. Zelfstandig, je was ik in een dip. Ik heb zelfstandig, ja. Je belt zelf de huisarts. Ja. Je denkt van, ik voel me geestelijk niet helemaal in orde. Nee, ik voel me niet... En dat heeft tijd gekost. Voordat je de huisarts belde? Ja, het heeft me echt tijd gekost. En ik dacht van, oké, nee, ik ga eerst even kijken. Want ik kan mijn studieboeken. Ik was op dat moment aan het studeren. Ik dacht, laten we even kijken wat in die boek staat beschreven. Ja. En
het leek erop alsof ik een depressie had. Maar goed, ik had nog geen antwoord erop. Ja. Dus mijn tijd ging voorbij en op een gegeven moment dacht ik van nou, waarschijnlijk moet ik het wel echt gaan doen. Ja. Afspraak gemaakt, zelfstandig bij de huisarts gesproken, die adviseerde mij om naar de psycholoog te gaan. Dus ja, nou, is goed, laten we gaan kijken. En ik dacht bij mezelf, nou, ik vond het wel een beetje grappig. De humor kon ik er nog wel in zien. Ja. Dat ik nu aan de andere kant van de stoel van de bureau ga zitten. Maar de manier waarop je het nu vertelt, dat ziet er vrij ontspannen uit. Klopt. Als je teruggaat naar dat moment, voelde je ook zo ontspannen? Of zag je wat voor gevoel had je toen? Kun je dat beschrijven? Ja, ik vond het heel zwaar. Ik vond het heel vervelend. Ja. Het maakte me ook wel verdrietig. Ja. Dat je op zo'n punt bent gekomen in je leven, dat je zo kwetsbaar bent. Ja. En dat alles wat er gebeurt in je omgeving, dat het je heel erg raakt. Mm. Maar dat je niet jezelf kan zijn. Ja. En dat is erg. Uiteindelijk heeft men vastgesteld van dat je depressief was. Dat kunnen we zo benoemen. Want je hebt ook aangegeven dat je er openlijk over kunt praten. Ja, en zeker. Dat waarderen we. Zeker. Dat is als jonge Sernami. Dat je het hebt meegemaakt. Je bent er ook weer bovenop gekomen. Zeker. Maar ik stel het zeer op prijs dat je over dit soort gevoelige, kwetsbare onderwerpen durft te praten. Zeker. En dat je zo openhartig bent. Ja. Want het is een reden ook waarom je er zo over praat. Want je hebt het meegemaakt. Dus je bent ervaringsdeskundige. Klopt. Hoe ben je eigenlijk uit die depressie gekomen? Wat heeft jou geholpen? Ik begon erover te praten met een psycholoog. Haar hulp hielp niet echt. Want ik ging me steeds vervelender voelen. En dat kwam omdat zij van de Nederlandse cultuur kwam. Hmm. En het Hindoestaanse, Surinaamse cultuur niet kende. Of nauwelijks kende. Je kwam bij een witte psycholoog, even in mijn termen. Ja, witte psycholoog. Waarbij je verhaal niet kwijt kon. Omdat je het idee had, je mist een verbinding, kon je verhaal niet kwijt. Kun je benoemen waardoor het kwam? Ze wist niet helemaal hoe het Hindoestaanse cultuur in elkaar zat. Je hebt een voorbeeld, hè? Bijvoorbeeld, je gaat niet zomaar je vuile was buiten hangen. Mm. En je kan niet zomaar, ze zei van ja, maar je moet je maskers niet meer opdoen. Je moet dit niet meer buiten, je moet dit. En ik dacht bij mezelf, hallo. Mm. Je zegt wel heel vaak moeten, maar hoe moet ik het doen? Ja. Dat is niet een kwestie van communicatie, maar je zegt een kwestie van cultuur. Ja, een kwestie dus van cultuur. Die witte psychologen, die mist een stukje Hindoestaanse cultuur, Surinaamse cultuur, om jou zodanig te raken of te begeleiden. Te begeleiden. Juist. Dat heb je gemist. Ja. En hoe heb je het opgelost? Ik heb haar bedankt voor haar tijd en moeite en ik ben zelf verder gegaan. Dus ik ben eigenlijk zelf mijn psycholoog of mijn maatschappelijk werker geworden. Om langzaam eruit te gaan. Ik had nog wel een docent. Ik besprak het met mijn SLB-docent. Dus een studieloopbaanbegeleider. Mm. En zij is zelf ook psycholoog. Ja. En zij vond het heel vervelend. Maar zij stond er altijd voor open om met mij een gesprek te voeren. Ja. En ik ben toen boeken gaan lezen. Ik ben me gaan verdiepen in mezelf. Ik ben gaan kijken wat ik leuk vond. Mm. Ik ben gaan onderzoeken waar ik energie vandaan haal. Ja. Ik ben gaan kijken waar ik waarde aan hecht. Ja. En vooral dat woordje ik komt telkens weer terug. Mm. En ik ben vooral naar mezelf gaan kijken. Nou, ik merkte dat ik vroeger vaak werd gepest, waardoor huidskleur of je zag er. Je was wat voller. Je had een andere lichaamsvorm. Ik had je bent ook gaan sporten, want je dacht, nou dan pas ik misschien ook bij de rest. Ja. Laat ik het niet invullen. Je bent toen gaan sporten. Ja, ik ben gaan sporten. Ja. En ik ben eerst gaan sporten. Mm. Het heeft wel wat tijd gekost. Mm. Heb ik het weer losgelaten. Ja. Ben ik er weer mee begonnen. Mm. Heb ik het weer losgelaten. En de derde keer was het voor mij van nee, dit gaat zo niet verder. Mm. Ik zie filmpjes dat mensen van bijna obesitas naar heel dun kunnen gaan. Ja. En ik ben me die vraag gaan afstellen van hoe lukt het hun wel? Mm. En waarom zou het mij niet kunnen lukken? Waarom zou ik het niet kunnen doen? Ja. En voor mezelf had ik een doel opgesteld. Ik wil gaan afvallen. Mm. En ik wil wat meer spiermassa. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar hoe ga ik het doen? Ik zei nee, Sherwin, je gaat niet meer kijken hoe ik het moet gaan doen. Mm. Je wilt wat, je kan het gaan doen, dus doe het. Ja. En zoals Virun ook zei, ik had ook hetzelfde woordje als hij heeft. En dat is focus. Focus op je doel, vriend. Ja. Focus voor je. Ik ben 4 dagen per week ben ik gaan sporten. Elke dag ben ik zelf gaan koken. Ook op nauta's. Ik at niet op nauta's. Want? Het eten van nauta is niet gezond? Of? Die is gezond. Ah. In een grote zin. Maar ik weet niet. Die roti curry dal en zo. Ja. Dat werd hem niet voor mij. Want jij kookt zelf?
Ja, ik ging zelf koken. Ik weet dat je ook pasta's maakt, maar wat... Pasta, alles, alles. Jij kookt zo pasta omdat het beter voor je lijf is? Of, ja, beter voor je lijf. Je haalt heel veel eiwitten eruit. Ja. Vet is wat minder, suikers is wat minder. Dus het is veel beter voor het lichaam. Oké. Sherwin Panjum, we zijn met mannen onder elkaar, hè? Dat valt me nu op. En je merkt dat zijn toch thema's waar normaal gesproken vrouwen het over hebben. Over koken, over depressie, over lijn, over mantelzorg. We hebben als mannen met... Ik vind hier dat los van dat het persoonlijke gesprekken zijn, het zijn geëmancipeerde mannen. Het zijn geëmancipeerde Surinamiërs. Daar kom ik nu achter, dat aan jullie verhalen te luisteren, het zo openhartig is en zo echt is, dat jullie een nieuwe generatie geëmancipeerde Surinamiërs zijn. Sherwin, als je dit zo hoort als 18-jarige Surinamiër, hoe komt het op jou over? Depressief zijn, mantelzorger zijn? Ik vind, ik heb alle respect naar jou toe. Ik heb toevallig heb ik ook een artikel gelezen. En ik vond het echt geweldig dat iemand gewoon van de jeugd zich zoveel inzet, zoveel inspant voor zijn ouder. Dat is inderdaad iets wat tegenwoordig heel zeldzaam is. Mm. Ik vind het super van jou ook dat je echt zo open spreekt over je depressiviteit, wat ook heel veel andere kijkers thuis ook kan inspireren van, hé, praat erover, er zijn mensen, het is iets wat heerst. Het is niet zomaar iets, je hoeft er niet mee thuis te zitten. Ja. Het is iets wat opgelost kan worden. Ik bedoel, je zit hier helemaal op en top, ziet er goed uit. Dus ik bedoel, ik vind ook dat een ieder dat kan. En respect naar jullie beiden toe. Ik vind het echt tof hoe jullie met jullie moeilijkheden en problemen omgaan. Ja. Maar jij ziet er ontspannen en relaxed uit, alsof je nooit een probleempje hebt. Maar als jij met het saxofoonles, of het lukt niet, of er zijn dingen die misschien in het leven niet lukken. Hoe ga je daar als persoon mee om? Praat je met je ouders erover? Zijn er vrienden? Ja, ik heb bijvoorbeeld, wat voor mij best wel zwaar was, is dat ik een jaar had moeten dubleren in de vierde. Ja. Dat vond ik bijvoorbeeld heel jammer. Want het is toch wel een jaar wat je verliest. Dat had ook te maken met een switch van school naar school. Ja. Ik kijk altijd daarna van of ik kan er nu over treuren, of ik ga gewoon door en ga door met het doel wat ik uiteindelijk wel wil bereiken. Ik kijk altijd 10 jaar verder dan dat ik nu in het heden ga kijken. Daar hou ik niet zo van. Ik kijk altijd van, gebeurt nu wat? Oké, het gaat mis. Hmm. Volgende keer beter. Heb je dat van jezelf of heb je het vanuit je opvoeding meegekregen, vanuit je ouders? Als ik het niet uit mijn opvoeding zou hebben, dat zou gek zijn. Want zonder dat je het weet, krijg je het toch mee. Ja. Het is niet dat mijn ouders zo tegen mij hebben gezegd van, het maakt niet uit. Ja. Volgende keer beter. Hmm. Het is gewoon iets wat je jezelf aanleert. En dat daar heeft opvoeding, je omgeving, heeft zo'n grote invloed daarop. Ja. Dat onbewust dat je jezelf gaat ontwikkelen. Ja. Hetzelfde, ik bedoel, een kind zal zich altijd naar zijn ouders toe buigen. Ja. In de zin van opvoeding en gedrag. Ja, het viel me toch op, hè, luisteren naar jullie verhalen. Mm. Wieroen, ik zag je heel vaak ook knikken over wat je vertelde. Hè? Maar nou gaat het weer een tijdje goed, omdat je dan weet van oké, ik moet dit en dat en dat doen. Maar als je dan toch die momentjes hebt waar je even denkt van, ik zie het eigenlijk even niet meer zitten. Hoe ga je ermee om en waar haal je dan weer je inspiratie, motivatie en focus vandaan om dan toch weer door te kunnen gaan? Nou, wat Sherwin eigenlijk net uitlegde, daar ben ik ook doorheen gegaan. In juli 2016 heeft mijn moeder een terugval gehad, heeft ze een hersenbloeding gehad. Op een gegeven moment was het gewoon gevaarlijk om haar thuis te houden. Ja. Is ze toen ook naar het verpleeghuis moeten gaan, om toch 24/7 in de gaten te worden gehouden. En dat was een klap die heel moeilijk te verwerken was voor mij. Ja. Ik dacht bij mezelf, toen mijn moeder thuis woonde, had ik eigenlijk een soort van routine. 'S Ochtends opstaan, zelf klaarmaken, mijn moeder klaarmaken. Mijn moeder groeten, 8:30 op school, tot 5:00. En dan weer ophalen en dan weer naar huis toe. Ja. Nou ja, dat is even heel snel gezegd. En op een gegeven moment viel dat gewoon weg, die ochtend. Die ochtendroutine viel weg. Want mijn moeder woonde in het verpleeghuis, dus de verpleging deed dat. Onbewust kon ik niet met die gevoelens omgaan. Mm. En tegelijkertijd startte mijn afstudeerstage. Ja. Tegelijkertijd had ik ook opnames voor RTL en voor NOS. Okay. Dus op een gegeven moment kwamen zoveel dingetjes op me af. Toen dacht ik bij mezelf van, had ik net als Sherwin het idee van, waar doe ik het nu allemaal voor? Wat als ik dat niet haal? Ik voelde ook eigenlijk de druk eigenlijk. Ja. Van, ik wil heel graag afstuderen, maar mijn wil werd als het ware geblokkeerd. Mm. Toen heb ik heel goed nagedacht van, als ik nu zo doorga,
kan ik het halen? Mm-hmm. Maar dan heb ik mezelf er daarna nog mee. Mm-hmm. Ik heb met de school gesproken en met de stagecoördinator van de gemeente Amsterdam, waar ik toen stage liep. Ja. En die hebben mij toen gewoon gezegd van, oké, focus je nu op je herstel. En uiteindelijk ben ik, net als Charwin, ook bij de huisarts langs geweest. Ja. Doorgestuurd naar de psycholoog. Okay. Ik heb het hele traject doorgelopen, 8 sessies gehad. Mm-hmm. En wat Charwin ook al zei, je bent eigenlijk aan het kijken, dit is een weegschaal. Dit zijn de dingen die leuk zijn voor je, die geven je energie. Aan de andere kant zijn er dingen die wat minder zijn en die trekken de energie uit je lichaam, als het ware. Mm-hmm. Nou, die moeten eigenlijk in balans zijn. Ja. Op het moment dat je een depressie hebt, is het niet in balans. Daar ben ik doorheen gegaan, uiteindelijk toch mijn studie kunnen afronden. Okay. Maar wel 1,5 jaar later. Mm. Het is jammer. Mm. Maar uiteindelijk ben ik achteraf gezien toch blij dat ik het nog een 1,5 jaar heb uitgesteld. Uh-huh. Omdat je toch dan het idee hebt van, ja, kijk, nu kan ik nog verder bouwen. Wat u ook net al aangaf, ik ben trainee geworden nu bij Aegon. Ja. En zonder die stap naar de psycholoog, was dat me niet gelukt nu op dit moment. Nee, precies. Dus wat jullie alle drie gemeenschappelijk hebben, met name jullie twee, omdat je veel meegemaakt hebt, is dat uiteindelijk een proces van zelfacceptatie, zelfsturing, zelfmanagement, focus en doel. Dat je leven toch inhoud en vorm geeft. Ja. Echte doorzetters. Echt mijn diepe respect. Dat jullie op deze leeftijd al zoveel hebben doorgemaakt. Dat je daar ontspannen over kunt praten. Dat je het verhaal wilt delen met ons en met onze kijkers. Ja. Maar dat jullie ook bereid zijn ook om dat verhaal mee te nemen in wat je verder gaat doen. En je gaf ook aan dat je bij Aegon een traineeship gaat doen. 1,5 jaar, denk ik. Dus dan krijg je de ruimte om daar jezelf te ontwikkelen. Sherwin, die ervaring die je hebt, al een tijd van depressiviteit, wat neem je mee om straks in de rol van pandit, want je doet nu een stage bij het ministerie van Defensie. Ja, klopt. Daar breng je die militairen bij wat de voordelen van yoga is. Hè? Dus dat is op zich heel goed. Onder andere. Op lange termijn wil je straks gaan profileren als zeg maar een nieuwe pandit, waarbij je het op een eigen manier wil doen. Kun je voor ons vertellen hoe jij straks de rol van de nieuwe pandit gaat invullen? Ik vind het belangrijkste, vind ik, het verhaal van de mens moet centraal staan. Ja. De mens die staat in het midden en er staat een groep van, maakt mij niet uit, hulpverleners of ik sta ernaast. Maar het is vooral het samen kijken met iemand. Ik wil niet voor iemand staan, ik wil niet achter iemand staan. Want ik wil niet een belemmering zijn dat ik in iemands pad sta of dat ik in iemands herhaling ga vallen. Mm. Ik wil naast iemand staan, ik wil iemand met aan zijn schouder kunnen meenemen om die stappen te maken in hun leven. Mm. En daar hecht ik waarde aan. Het meeste wat ik heb geleerd tijdens mijn depressie is, je kwetsbaarheid is je grootste kracht. Mm. En dat klinkt heel dubbel, maar het is het eigenlijk niet. Want je kwetsbaarheid laat je inzien hoe krachtig je bent als je eruit bent. Oftewel, je kwetsbaarheid laat jou inzien wie je bent, maar dan 180 graden gedraaid. Ja, yeah, what doesn't kill you makes you stronger, toch? Ja. Zoiets. Maar de manier waarop je ook nu praat, dan neem je ook de rol aan van een echte paniet, hè? Ja, je hebt ook verteld, de huidige paniet doet heel veel rituelen, puja's en kamkriya. Ja. Dat ga je ook doen, maar je gaat ook andere dingen met de mensen doen die je om hulp vragen. Je gaat met ze praten, coachen, lezingen geven. Dus we gaan ook heel veel van jou verwachten in die rol. Ja, je geeft lezingen, je geeft proverbs, je wilt mensen ook een klein beetje empoweren, zodat ze door kunnen gaan, door kunnen zetten waar ze nu stagnatie in bijvoorbeeld ervaren. Mm-hmm. Precies. Het wordt een beetje een pandit plus pakket. Een pandit plus pakket? Ja, een pandit plus. Allee, je coacht mensen, je bent een trainer, je leert mensen, ook met de ideologie vanuit het geloof geef je nog eens mensen kennis en wijsheden mee. Ja. En als je dat een beetje kan combineren, tenminste ik wil dat heel graag combineren, en mensen weer een beetje stimuleren om weer wat te gaan doen. Ja, als ik het zo klink, vind ik het nu al uitnodigend. Ja. dus dat heb je in ieder geval wel bij mij teweeg gebracht. Ja, maar ook Charwin Pancho, je vertelde net al, hè, heel mooi over je verhaal, over je saxofoon. Ja. En dat je laat in de avond, hè, nog bezig was ermee. Nu sta je ook misschien laat in de avond bezig, maar dan treed je op. Maar je doet het niet alleen. Hè? Je hebt een themaansformatie, Two Classic was het volgens mij. Met wie doe je dat en waar treed je op? Het is echt sinds kort van start gaan. Ik heb het in januari is het ongeveer echt van start gaan. Ik doe het met een vriend van mij, Anwar Husseini, super toetsenist. Hij is momenteel 16 jaar, als ik het goed heb. Okay. Vaak werd ik gewoon alleen geboekt voor bepaalde momenten, zoals
als een bruid naar een altaar toe loopt. Mm-hmm. Maar dat vind ik toch altijd leuker als je iemand hebt die jou nog erbij ondersteunt. Waardoor het ook voller klinkt en veel leuker klinkt. Ja. En zo ben ik eigenlijk begonnen met Too Classic. En nu probeer ik daaruit probeer ik de leuke dingen eruit te halen. Ja. Ik doe hiernaast nog jazz. Ik ben net klaar met mijn studie. Mm-hmm. Ik ga dat binnenkort combineren met biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Daarnaast ben ik aangenomen als reservist bij de landmacht. Gefeliciteerd. Ja. Dan gaan we samen bij mij gesprek komen. Ja, zo probeer ik eigenlijk te combineren. Ja, de tijd gaat heel hard. Ik kijk een blik op de klok. Ik denk dat het bijna afgelopen is. Helaas. En ik moet zeggen, beste kijkers, ik ben onder de indruk van de kandidaten die je deze keer hebt meegenomen. Die je hebt uitgenodigd. Ja. Het zijn twintigers. Charwin is 18. Maar de manier waarop jullie opstellen, heel veel volwassenheid. Dat kan of natuurlijk niet anders. Als je zo durft te praten over wat je geraakt heeft in het leven, over depressiviteit. Mm-hmm. Waar heel veel mensen mee te maken hebben. Maar je hebt ook het lef en de durf om dat zo openhartig te vertellen. Dat geeft aan dat je het hebt overwonnen. Dat je weet waar je het over hebt en dat je ook anderen daarmee kunt helpen. Volgens mij is dat een voorbeeld voor alle pandits die straks anderen willen helpen. Dat je, wanneer je praat uit eigen ervaring, kun je voor anderen heel veel betekenen. Dus mijn diepe respect voor jou. Dank u. Maar ook mijn respect voor jou dat je nog altijd al bijna 8-9 jaar voor je moeder zorgt. Dat je de verantwoordelijkheid uit jezelf hebt opgepakt. Yes. Dat je ieder jaar met de week van de mantelzorger aan de slag bent. Ja. Maar goed, daarnaast ga je ook straks ook fulltime als trainee aan de slag bij Aegon. Ja, goed dat je dat kunt prioriteren. En ik denk dat er voor de andere Charwin Pantje een heel mooie toekomst. Ja, hij blijft lachen, dat is het leuk aan hem. Hè? Een hele muzikale toekomst tegemoet staat. Ja. Dus jullie hebben me echt geraakt. Ik was al een beetje voorbereid dat het kon gaan over het thema van hoe is de relatie met jullie ouders. Dat heb je heel goed geïllustreerd. Aan de ene kant zorg, aan de andere kant ook verwachtingen en hier ook heel veel inspiratie. We zien ook dat vanuit jullie Ajas, natuurlijk de vaderlijke en moederlijke lijn, daar muziek, hier panditaiwerk, dat jullie allemaal beïnvloed zijn en dat je op een of andere manier toch je tsunami voelt met alles wat je doet. Ja. Dit is een soort einde, maar we hebben altijd, Milakje en ik zeggen altijd, als we een artiest hebben, dan vragen de artiest altijd om een uitzending af te sluiten met een muzikaal stuk. En we hebben een talentvolle muzikant in ons midden. Zijn eerste of tweede liefde, ik weet het niet, is de saxofoon. Dus als we hem lief aankijken, zou het leuk zijn, Charwin Pantjem, als je ter afsluiting van deze hele toch bijzondere uitzending een nummer ten gehoor zou willen brengen. Omdat u me zo lief aankijkt, ben ik het wel bereid te doen. Ja, toch? Nou, hoeveel? Met een muzikaal stuk. Yeshaal Masatani van Kishore Kumar. Hè? Beste kijkers, het komt niet vaak voor dat ik ontroerd ben na een uitzending van Tsunami TV. Maar het kan niet anders. Met saxofoongeluid van het talentvolle Charwin Pantjem. Dankjewel dat je bij ons was vandaag in de uitzending. Graag gedaan. Ik ben ook ontroerd door jullie verhalen. Ja. Die je met ons gedeeld hebt. Openhartig, maar ook krachtig. Dus dank ook Charwin Mado, voor jouw verhaal. Graag gedaan, absoluut. Dank dat je met ons hebt willen zijn in deze uitzending. Wirun Subedar, ook jij dank. En ook diep respect voor wat je doet voor je moeder. Maar ook voor de samenleving. Je hebt ook als Tsunami mantelzorg ook op de kaart gezet. Zeker. Ja, Minakshi, ik ben ontroerd. Maar het komt ook door jou, door de keuze van jouw gasten. Dus ik stel voor dat je deze uitzending mooi afsluit. Ja, nee, ik ook. Ik raad de mensen echt vooral aan als je een van deze drie talentvolle Tsunami jongeren tegenkomt, ga dan vooral in gesprek. Tuurlijk. Want het is echt veel anders als wanneer je het gewoon online leest op social media, maar wanneer je ze echt in persoon meemaakt. Het voelt je zo geraakt en het is zo mooi. Het is echt om een draadje om weg te pinken. Ja,
Mooi gezegd. Beste kijkers van Tsunami TV, we moeten helaas afscheid nemen. Het was een hele mooie uitzending met drie mooie mannen. Met ook een hele gevoelige vrouwelijke kant. Dank nogmaals. Hebben jullie thuis het idee van we hebben ook nog mooie onderwerpen die zich lenen voor een uitzending van Tsunami TV? Laat het ons weten via info@tsunamitv.nl. Of als je feedback hebt, is die ook welkom. En Minakje weet precies hoe we via social te bereiken zijn. En daar gaat ze jullie nu op attenderen. Ja, nee, hou natuurlijk zeker ons YouTube-kanaal in de gaten, Tsunami TV. En klik op abonneren, deel het, reageer en like het natuurlijk vooral. Namens de redactie van Tsunami TV, Minakje Winderaman en mezelf, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.